Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik neem jullie vandaag weer een dagje mee met mijn werkzaamheden als schilder. Ik ben nu onderweg naar Ponmeijer, even twee grote neus laten halen. Want de klus waar ik heen ga is het lood een beetje slecht geworden. Dus dat ga ik even netjes oplossen. Ik moet ook even een bouwman, even wat verf halen. En daarna ga ik naar een klusje in Blaricum. Voor mij een bijzonder klusje. Dat was een woonhuis met een werkplaats eraan vast. Daar zat een schildersbedrijf in. Daar ben ik begonnen als leerling, later in dienst, daarna een VOF. Toen het bedrijf overgenomen. Mijn werkplaats heb daar altijd gezeten, dus het voelt als thuiskomen. Het huis is inmiddels een paar jaar geleden verkocht. De nieuwe eigenaar, maar ik ben gelukkig als schilder meegegaan. Ik heb het huis al meerdere malen geschilderd, dus ik weet een beetje wat me te wachten staat. Het is alleen helemaal veranderd. Het is verbouwd, een stuk aangebouwd aan de garage. De garage is bij het huis getrokken. Er is een soort woonkamer van gemaakt, dus het is best wel wat groter geworden. Het nieuwe gedeelte, boeidelen. Nieuwe ramen geplaatst. Dat moet nu dit jaar geschilderd worden. Even de gaatjes dichtmaken. In de verf zetten. De rest moet ook gebeuren. Maar dat doe ik volgend jaar. Elk jaar ga ik nu een deeltje schilderen. En dan is het gewoon weer bijhouden. Binnen heb ik al redelijk wat geschilderd. Ik gooi ook nog even mijn auto door de wasstraat. Dit keer in Huizen. De busje is weer mooi schoon. Hoppa, daar is hij weer. Groetjes van de bouwmannetje. De groetjes, daar gaat hij weer. Trend gezet hoor. Groetjes van de bouwmannetje. Groetjes van het bouwmannetje. Nou, dat is toch leuk, hè? Zo, de spulletjes weer in de pocket. Ik ben weer onderweg naar de klus. Ik zie jullie daar. Hier is een uitbouw geplaatst. Nieuwe daklijst. Moet even gerepareerd worden. Geplameerd worden en geschilderd. Wandjes zijn al gedaan. Dit moet met de tijd ook geschilderd worden. En dit is het deel van mijn oude werkplaats. De schroefgaten maak ik dicht met een epoxypasta van ProGold. Deze scheurtjes moeten opengefreesd worden en in het filmpje frees ik niet zo diep omdat ik met één hand aan het frezen ben en met één hand film. Maar het moet wel bijna een centimeter uitgefreesd worden om de volledige sterkte te benutten. De daklijst vertoont ook wel gebreken, zoals scheurtjes. En ingevallen hout betekent meestal houtrot. Ook heb ik weer wat nieuwe petsavers gehaald. Dat zijn petjes met klittenband aan beide zijden en dat beschermt je schuurzooltje tegen slijtage. Begin met het afwassen van het houtwerk met water in universal, zodat al het vuil verwijderd is en eventueel vetresten. Dat is voor de hechting en ook schuurt het veel fijner. Na het schuren was ik het hout ook nog eens af, maar dat is meer voor de laatste resten stof te verwijderen. Ik ga nu beginnen met het frezen van de slechte delen, dus scheurtjes, noesten en houtrot. De daklijst is er slecht aan toe. Het hout is nu droog, maar heeft waarschijnlijk ooit een keer gelekt met sneeuw of heftig regen. Heb gevraagd of de loodgieter nog even wil controleren. Ik ga nu weer beginnen met schuren. Ik schuur het houtwerk eerst wat grover met korrel 220 en daarna schuur ik het na met korrel 400.
Voordat ik ga beginnen met schuren met de hand, plak ik de ramen af, zodat er niet per ongeluk krassen op de ramen komen. Ik heb het houtwerk geschuurd. Ik heb hier en daar een kringetje gezet met potlood. Waar ik nog wat moet muren. Even een plafonnetje, bijna zo goed als mat. Zo min mogelijk kaal geschuurd. Dat dingetje is opengefreesd, wat slecht was. Hier zat een dunne naad, die heb ik wat groter opengefreesd. Ook in de nieuwe daklijst hebben we de verbindingen wat verder opengefreesd en gaan we nu beginnen met het vullen van de repaircast 16 uur. Ik kit de randen langs de wanden en het plafond wat tegen de daklijst aan grenst. De verbindingen hebben we opengefreesd en gevuld met repaircare, zodat de naden niet meer openspringen en niet meer zichtbaar zijn. De randen langs de wanden hebben we afgekit, zodat we een strak lijntje kunnen aftepen en een strak lijntje kunnen maken. De muurtjes zijn gezout met siloxan. Alles staat nu mooi in de repaircare en kan het lekker een nachtje doorharden en dan kunnen we het morgen gaan schuren. Nou, mijn dag zit er weer op. Ik heb een paar dozen in de auto gegooid van de klant. Die lagen daar een beetje in de weg voor mijn schilderwerk. Dus ik dacht of ik verplaats ze of ik gooi ze gewoon even in de auto. Ik rijd toch langs de vuilstort. Kan ik ze gelijk even dumpen. Is de klant er ook weer vanaf. Heb ik de klant ook weer een beetje blij gemaakt. Dan moet ik nog even naar Bouwman, even wat verf halen van morgen. Een huis, douche pakken. Op de step naar de autogarage, mijn auto is weer klaar. Dus daar ben ik ook weer blij mee. Helemaal goedgekeurd, APK goedgekeurd. Dus ik kan weer een tijdje voort. Deze bus die moet ook binnenkort naar de garage, brandt ook een lampje. En de motorsteun die zit los. Dus die ben ik dan ook even een tijdje kwijt. Stuur ik ook weer eventjes naar A&J, autogarage. Ik ben inmiddels op de vuilstort. Ik ga even mijn vuil dumpen. Nu bij de Ponmeijer, even een grote neus laten halen. Lekker rustig hier hoor. Ja hoor, de telefoon gaat weer hoor. Kom binnen en gelijk telefoon. Ja. Zo druk hier hè. Vond je deze video nou leuk? Like, abonneer en laat een reactie achter. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao!